spiegel waar zit met Mark Diemers. En die heeft een goed weekend achter de rug, Mark. Mark Diemers, Fries in Limburg. Hoe is het daar in Limburg als Fries? Ja, prachtig. Mooie landschappen en het is prachtig daar. Ja, en vandaag gewonnen, 4-1, simpele overwinning. Ja, zo oogt het wel, was het ook wel. Ik vond ons vandaag een goede wedstrijd spelen. Dus redelijk simpel kunnen winnen. Een hele belangrijke overwinning als je ziet hoe dicht alles bij elkaar staat, momenteel. Goaltje van jou? Ja. Moeilijke goal? Nou ja, ik had hem al eerder erin mogen schieten. Maar deze goal, uiteindelijk zet ik hem zelf goed op. En valt hij op de penalty stip. Assist ook nog? Assistje, ja. Dus assist. Dat was voor mij een lekkere middag. Lekkere wedstrijd. Ja. Nummer 10 in spel. Je lekker is dat, hè? Ja, fantastische positie. Echt mijn, een beetje een vrije rol. Dus daar ben ik de trainer heel dankbaar voor. Hey, en je kon ook naar twee andere clubs. Hè? Je kwam van de Graafschap. Transfervrij. Willem II kon je. Ja, en NAC. En uiteindelijk had ik bij de Fortuna Sittard het beste gevoel. Ja, je staat boven die twee clubs, dus je doet het in principe goed. Ja, dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Ja. Maar uiteindelijk ben ik daar wel blij mee dat ik deze keuze zo heb gemaakt. En dat het zo uitpakt, want we staan het hele seizoen al rond de 9e en 10e plek. Dus dat is als Fortuna Sittard zijn natuurlijk fantastisch. En een Zwalbe vandaag. Ja, vond je dat? Ik had daar geen VAR voor nodig, kan ik je zeggen. Nee, uiteindelijk was het... ik heb het in de wedstrijd niet zo ervaren, want ik moest snel handelen en ik probeerde onze rechtsbuiten weg te steken. Ja. Alleen, ik zag hem al aankomen, dus ik denk, ik hou hem wat in. Alleen, op de beelden ziet het er niet heel lekker uit, om eerlijk te zijn. Nou, kan je nu even excuus maken natuurlijk aan de oude Kotte. Dat zou, je zou nu even de zendtijd kunnen gebruiken om je excuus te maken. Ja, die camera. Ja, oude Kotte, sorry voor de gele kaart. Ja. Uiteindelijk was het niet de bedoeling, dus mijn excuus daarvoor. Ja. Ja, want je schreeuwde ook nog een beetje. Ja, dat heb je goed gehoord. Ja, tuurlijk. Hè. Een beetje toneel af en toe. Daar is niks mis mee. Dus uiteindelijk was het niet de bedoeling om hem te naaien natuurlijk. Maar goed, een goede wedstrijd. Bij de laatste goal van, hoe heet die man met de moeder? Novakovic. Ja. Ik zag je een beetje balen toen hij de bal erin schoot. Ja, we speelden 3-2 in de 16. Alleen, ik denk dat de heren aan tafel ook al weten. Als je spits bent, dan wil je hem vaak zelf erin schieten. Ja. Dus, dan ga je hem niet meer afgeven in ieder geval. Dus dat deed hij hartstikke goed. Uiteindelijk scoort hij hem. En als je hem niet had gescoord, dan had ik hem naar de wedstrijd even bij zijn nek veel beter gepakt. Ja, toch wel? Ja. Of op de training aangepakt gewoon? Ja, ik ben niet zo'n speler, moet ik zeggen. Maar dat had ik wel even tegen hem gezegd in ieder geval. Hey, en nu morgen lekker weer trainen natuurlijk? Nee, ik heb je net verteld dat we 2 dagen vrij zijn. Dus, Twee dagen vrij? Ja, dat mag ook wel eens. Je mag wel eens beloond worden. Ja, maar het is toch zonde, 2 dagen vrij? Je kan toch heel veel leren in die 2 dagen? Ja, dat klopt. Maar rust is ook training, zeggen ze. Ja, je gaat lekker liggen op je bedje. Ja, ik ga lekker naar huis straks. En dan ga ik lekker genieten van 2 dagjes rust. En daarna gaan we weer focussen op Heracles. Wat is jouw eindstation? Fortuna Sittard. Als je nou die shirtjes hier kijkt, wat wil je? Ik zou het liefst nog een stap willen maken naar een subtopper in Nederland. Of naar het buitenland. Subtopper? Ja, ik heb bij Utrecht in het verleden gespeeld. Daar is niet helemaal gelukt, jammer genoeg. Ja. Wegens verschillende omstandigheden, maar uiteindelijk zou ik het mooi vinden. Wat zijn die verschillende omstandigheden? Nou, ik was jonger, onervaren. Misschien af en toe wat verkeerde keuzes daarin gemaakt. En uiteindelijk ook veel trainers gehad in een paar jaar. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Maar nu zeg je subtopper, maar is het niet zo dat je... Ben je goed genoeg voor een topper? Nou, ik ben 25 jaar, dus ik moet wel reëel zijn. Ik ben niet meer de jongste, zeg maar, in de voetballerij. Dus ik zal niet naar Ajax, PSV of Feyenoord gaan, maar ik hoop... clubjes daaronder die misschien geïnteresseerd in mij zijn, dan het zou mooi zijn. VVV? Ja, VVV. Ja, VVV staat momenteel ook in de subtop. Hè? Clubs als AZ, Utrecht, dat soort ploegen. Ik heb natuurlijk al bij Utrecht gespeeld, maar dat zijn wel ploegen waar ik uiteindelijk... En buitenland, waar droom je van? Als je... Ja, Spanje, Engeland, Italië, dat soort landen. Ja. Dat zou ik heel mooi vinden. En, of het dan op een tweede niveau is of op het hoogste niveau, dat zien we dan wel. Maar laat ik eerst maar goed presteren nog bij Fortuna Sittard. Ja. En want wat is jullie, als je nou een voorspelling mag doen, waar ga je eindigen met dit team? Het zou mooi zijn als we rond deze plekken kunnen eindigen. Ja. Rond de 9e of 10e plek staan we eigenlijk het hele seizoen al een beetje. Dus als we daar kunnen eindigen... Wat is er gebeurd hier, jongens? Iemand snuit zijn neus of zo daar? Sorry, ik snoot mijn neus. Het is zo interessant dat wij hier zitten, maar jij gaat gewoon je neus snuiten. Nee, ik moet mijn neus even. Ja, ik kap er ook mee, jongens. Hè. Het is goed. Dank je wel. Stop. Dank je wel. Ja. Wat kan er zijn dat hij moet stoppen?